Een doorsnee dag voor mij begint erg vroeg. De wekker staat om 5:50. Daarna race ik naar het station om de trein te halen richting Sneek. Dat is namelijk waar ik kooschap loop op dit moment. Dus dan loop ik daar de hele dag mijn kooschap. Aan het einde van de dag weer terug naar Groningen om daar, als het nog licht is, in de boot te stappen. En anders binnen mijn training af te maken. Daarna eten en eigenlijk gelijk op bed om weer de volgende dag opnieuw vroeg eruit te moeten. Het eerste jaar woonde ik in Dalfsen en reisde ik gewoon elke dag op en neer. Het was natuurlijk pittig, maar ja, ik vond het allebei, het handbal en het studie, vond ik superleuk. Dus dan gaat alles net even wat makkelijker. En het tweede en derde jaar woonde ik dan al in Dortmund en heb ik eigenlijk bijna alles op afstand kunnen doen. Ik was ook proefkonijntje, zoals ze dat noemden, met de tentamens op afstand. Dus ja, daar heb ik heel veel profijt van gehad. Ik kan tentamens op een ander moment doen als ik dat wil. En ik kan soms deadlines verplaatsen en colleges niet volgen die wel verplicht zijn. En op die manier kan ik daar wel wat in schuiven, gelukkig. Plus dat we ook een topsportbeurs krijgen. En dat is eigenlijk collegegeld dat je dan terugkrijgt. Nou, met een topsportstatus kan er heel veel in principe. En met behulp van studiebegeleiders is het heel goed mogelijk om studiedingen op andere momenten te doen. Of dingen te verplaatsen of dingen uit te stellen. En daarmee is het goed mogelijk om de sport naast de studie te combineren. Ja, dankzij de rug die het mogelijk maakt om de kooschappen parttime te lopen, is het voor mij ook mogelijk om het roeien op hoog niveau ernaast te blijven doen. Ik ben dan begonnen in een eerstejaars 8 en daar, ja, dat doen natuurlijk heel veel studenten eigenlijk. En dan ben je absoluut niet een topsporter eigenlijk, maar er wordt wel erkend dat het een potentiële groep is door de universiteit, denk ik. En daardoor toch wat extra ruimte wordt gegeven. Ik heb een hele fijne tijd gehad omdat ze ook altijd meedachten in oplossingen. En het moest natuurlijk wel vanuit jezelf komen dat je op tijd met dingen regelen. Maar ja, dat zit als topsporter wel in mij, dat je goed, ja, voor jezelf zorgt en uiteindelijk het beste uit jezelf wil halen. Dus ja, uiteindelijk gewoon in 3 jaar kunnen doen en dat had ik niet verwacht. Ik zou het zeker aanraden om een studie te doen naast de sporten. Het helpt natuurlijk om een plan B te hebben als het sporten uiteindelijk niet lukt. Maar het is ook een hele goede manier om de discipline te vinden in het sporten. En om niet alleen maar met je sport bezig te zijn. En daarnaast kan het met goede hulp van studiebegeleiders ook absoluut zeker naast het sporten, naast veel sporten.